Yo, krijg je niet op thee. Vandaag ben ik weer terug met een heel oud spel. Poppins Twinbee Rainbow Bell Adventures. Dit is een spel die ik vroeger echt ziek veel gespeeld heb. Deze nog voor de SNES. En laten we snel beginnen. Dit is gewoon echt nostalgie voor mij. Ik dacht, het is heel leuk om met jullie te delen hoe spellen er vroeger uitzagen. Zoals jullie ook zien, dit spel is nog niet eens HD. Dus kunnen zien hoe oud het is. Zoals jullie zien is het spel ook niet echt super groot of zo. Maar de levels zijn wel vrij pittig aan het einde. En de controls zijn gewoon nog basic eigenlijk. Dit is wel een van de geavanceerdere SNES spellen. Een beetje aan het einde van de levensduur, 1993, is het spel uitgekomen. Dus je ziet wel heel veel dingen die het nog niet eens konden met de originele SNES games. Het komt dat deze game dus meer RAM nodig heeft dan een standaard SNES game. Ik wil graag jouw wapen hebben. Ik ken dit spel nog wel een beetje van vroeger, dus ik vind wel een aantal dingen nog wel heel snel doorheen springen. Dus deze bellen, als je die allemaal verzamelt, krijg je iets, ik weet niet precies meer wat. Dan krijg je iets van een bonus of zo. Dus als ik aan mensen ook omver schieten. Dan moet je de voorloper van shooters. Zien, ik kan hier doorheen punchen. Zoals je zag. En in ieder level zit ook bonussen verstopt. En ja, dit spel lijkt een beetje op Mario eigenlijk. Dus. En zoals je op zo'n stad drukt, zie je de hele map hier. En ik moet dus naar de G toe. Zoals hier heb ik bijvoorbeeld naar beneden vliegen. Je hoort het goed, ik kan inderdaad ook vliegen. Wat je hier ziet is bijvoorbeeld een hidden wall. Heel veel mensen weten niet of je hier doorheen kan als je dit spel voor de allereerste keer speelt. Maar helaas ken ik het spel nog. Schiet dan! Volgens mij had je nog ergens een secret entrance in deze game. In dit level. Nee, dus daar dus niet. Maar als je wil stoppen met deze game, wordt die niet gesaved. Je moet met de codes moet je weer teruggaan. Dat is om extra ruimte te besparen op de cartridge. Deze game ook best wel groot is. In verhouding tot andere games van toen die tijd. En zie ik nog niet door, maar er zijn meerdere manieren om enemies te kunnen killen. Zo kun je ze bijvoorbeeld neerschieten. Maar je kunt ze ook bijvoorbeeld neervliegen. En dit is dus een goal. Professor Hoofdje. Nu gaan we dus door naar de volgende wereld. Duurt eventjes met laden. En dat is dus die professor die je dus elke keer ziet. Dus ik ga er goed voor zitten. Dit level is dus een heel kort level. Ik heb het even snel gespeeld als test. Als je deze kant op gaat. Help, ik heb deze kant weer op. Zo. En level gehaald. Dit level is nog sneller te halen. Volgens mij zit de stad al bijna recht boven waar je begint. Let's go. Next. En ik ga proberen om per episode ongeveer een wereld te doen. Oh, dan was dit level. Dit level kun je heel makkelijk halen. Zijn jullie er klaar voor? Vlieg omhoog. Dan gaan we gewoon vliegen. En dan gaan we weer. En dan kunnen we het beide gewoon. Zoals je ziet, zit nog gewoon buiten de map eigenlijk. Hier gaan we naar beneden toe. Oh. Hier heb je nog special items trouwens. Bijvoorbeeld een rocket die kun je bijvoorbeeld meenemen om andere enemies mee te destroyen. Hop. En hier is de finish. I finished this game. Op naar level 4. Level 5 is dus een boss fight. En daar ben ik best wel vrij snel bij. Kijken. Zoals je hier ziet, zie je dus een key. Dat die key dus. Zo'n key pak. Dit zal ze afvuren. Hoe moest dat? Zie je dat? Dan kill je dus meerdere enemies. Je kunt er zelf dus ook op gaan staan. Met keys kun je dus deuren openen.
Alleen ik weet niet eens met andere levels zijn. Dus dit is gewoon echt nostalgie voor mij. Maar ben je met die prikkels bij wel instant dead? En dat weet ik niet 100% zeker meer. Ik kan niet ook eens mijn haren redden. Dus ik graag een... wat meer shit terug willen hebben. Kijk, extra defense. En ik heb alle items zo goed als weer terug. Ik kan hier een staande key gaan halen, want die zit hier beneden. Vroeger wist ik nooit hoe ik hier voorbij moest komen. Maar dat is eigenlijk nooit zo heel erg moeilijk. Ik moet even wennen aan die controls. Dat was deze. Hier heb je hier dus een key door zitten. Maar dat is nog niet in kan, want ik moet nog een verdieping lager. Met de key door speel ik dus een bonus vrij. Even kijken of ik precies weer zat. Ik dacht dat hij daar zat. Hop. Hiya. Ik wil ook echt horen dat het gewoon Japans is. Het spel komt oorspronkelijk ook uit Japan, dus. Punch. Wat voor mij even wennen, want ik heb nummertjes op mijn controller staan in plaats van letters. Zoals je ziet, vliegen gaat in dit geval stukken malen sneller. Kijk, hier hebben we dus een key. Dus even terugvlieg. Niet zo letterlijk, zo. Retreat! Oh, maar dat is niet instant dead. Dat hij die defense ring had. Huh? Kan ik er nog steeds niet? Wait, what? Dat was misschien van een andere deur. Andere kleurdeur. Oké, laten we level gewoon maar beëindigen. Ik heb niet toch een goed wapen voor de boss battle zometeen. Even deze allemaal collecten. En toen ik mijn spullen kwijtraakte. En toen was ik dood. Dus nu moet ik gewoon voor mijn stad indrukken. Maar voor mij gewoon weer beginnen. Dan ga ik een andere personage kiezen. Maar ik kies gewoon voor Twinbee. Oké, laten we gewoon even de level heen gaan rushen. Een paar leuke items. Oh, die had ik eigenlijk best wel graag willen hebben. Jezus. Jullie gaan ook wel dood hebben. Ja, alle items wat ik in ieder geval nodig heb voor een boss fight heb ik in ieder geval. Alleen als je dan met drie stuks hebt, is het nog zo'n vrij spelen het einde of zo. Ik weet niet precies meer. Oh. Ah, die had ik eigenlijk willen hebben. Ah, ik heb het verplaatst. Zo was dat in Duits. En hier moet zo meteen nog een finish zitten. Maar ik moet zelfs ook even eerst kunnen healen. Kijk, dan kan ik dus via de andere kant terug. Dat was het, daar kwam je dan dus uit. Oké, next level. De boss fight. Echt denken van, wat de heck is dit? Hier moet ik dus... Ik denk niet veel keer ook goed moet verslaan. Oké, dat is niet handig. Alleen ik heb wel bijna verslagen. Oké, hij is niet bijna kapot. En he's gone. Eén keer springen. Dat is toch klaar. I win. Ik zie ook een hele kleine map.
Kijk, en je hebt het gehaald. Area 1. Boss clear. Completed. Dus ik had er zo een andere wereld, maar dat gaan we de volgende keer doen. Zeg in ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Tjus.